In de serie Nunissen Middenstand achter de schermen gaan we vandaag op bezoek bij Kledingreparatie Os. En ik ga in gesprek met Mahir. Mahir, hoe lang ben je al in Nederland? Ik ben 13 jaar in Nederland. En jij bent van beroep kleermaker? Ik ben kleermaker en mijn zaak loopt bijna 7 jaar. Ik doe voor dames, voor heren en alles zeg maar van stof. Alles. Ik kan ook bankkleden, ik kan ook kussens maken en ik kan met stof alles. Wat is naaibaar, zeg maar. Dus niet alleen kleding, maar ook, ook nog met leren stof ook nog. Okay. Ook nog. Ik heb hem wel heb ik geïnvesteerd in naaimachines, leren naaimachine, gewoon stiksel, lokmachine, kofferlok en blindsom. Wat is dat? Blindsom onzichtbaar, zeg maar. Van, okay. Als een nette broek heeft, binnenkant, zomerwijk, buitenkant zie je niks. Waarom ben je in Nuenen gekomen? Thomas, ben ik net in Nederland gekomen, over 6 maanden en met familie zeggen ze, wij gaan even ijs eten. Dat is bekende ijs. Bedoelt de ijs, in de ijszone? En ik vind leuke straat, ben ik die pand gezien. Heb een foto gemaakt en mijn vrouw vroeg van mij, waarom doe je een foto? Ik zeg, nee, deze is een mooie pand. Die pand is van mij. Over 5 jaar ben ik hier gekomen. Oké, dus 5 jaar terug heb je het al gezien toen je toevallig in Nuenen was. Je klanten, komen die veelal uit Nuenen of ook uit de omgeving? Mijn klanten niet alleen van Nuenen. Vanuit Eindhoven, Geldrop, Mierlo. Ik heb ook 2 klanten komen vanuit België, vanuit Tilburg. Je adverteert? Als ik voor iemand iets maak of perfect, dan zeggen ze familie of... vrienden, dan, meestal krijg ik klanten via klanten. Waar komen de meeste mensen voor? Mensen komen meestal voor innemen en maat laten maken. Mensen op dit moment denken niet aan kleren. En geen feest. En zakenman gaan ze niet werken, blijft ze thuis. En hoef niet pakken innemen, hoef niet een beetje strakker maken. Reparatie toch wel. Reparatie, meestal vragen ze van wintertijd jas ris in zitten. En heel veel mensen op dit moment denken, wandelen ze heel veel, afvallen. En ik laat de jas van hun innemen, bijna 2 maat. Ik zie dat jouw pand te huur staat. Waarom? Ik wil een nieuwe pand hebben en een beetje... drukke straat en deze pand is voor mij een beetje te groot en ik vind het ook een beetje duur voor het dorp, eerlijk zeggen. Ik blijf wel nu, ik ga niet weg, want ben ik 7 jaar opgebouwd. Nu in deze coronatijd, kom je in aanmerking voor steunmaatregelen? Wij hebben zo kosten heel veel en krijgen ze bijna niks. Van eerste maatregelen, wel eens hebben ze geholpen, maar tweede niet. De zaak is nog open. Ja. Je hebt dus nog steeds inkomen. Ja, ik ben 6 dagen open. Kun jij het hoofd nog boven water houden? Ja, ik probeer volhouden. Ja. Ik ga sowieso een beetje vechten voor mijn... heb ik niet hier niet makkelijk opgebouwd. Ik ben nu een express gekomen. Ja. Ik kom eigenlijk vanuit Eindhoven. Hier nu staat bijna geen kleermaker. En ben ik ook hier verhuisd. Ik woon ook nu. Mijn kinderen ook op de school van Nuenen. En dus heel goed dat je volhoudt, want we hebben jou nodig in Nuenen.